De genomineerden voor de eTop Innovation Awards 2011 zijn bekend. De prijs is een beloning voor de beste innovatie op het gebied van elektrotechniek. De producten KBSDI, Schabel Euroclip Systeem, Spotclip, Powerbalance, Flame Locker System, HTX IEPOF en Norled Polaris dingen mee naar de eTop Innovation Awards die op 3 oktober 2011 wordt uitgereikt tijdens de vakbeurs elektrotechniek. Nou, het juryproces is altijd, dat is een heel dynamisch proces. We zien daar zoveel verschillende producten. Heel snel zie je toch een aantal producten uitspringen waarvan je zegt, ja, dit is net hetgene wat wij aantrekkelijk vinden waardoor er echt vernieuwing in zit. Je ziet de glasvezel altijd, er zit ontwikkeling in. Je ziet dat elektrisch vervoer nu erop komen. Je ziet de smart grids, je ziet de verlichting natuurlijk. De LED speelt al een hele tijd een rol. De genomineerden dingen naast de juryprijs nog mee aan de publieksprijs. De 14 innovators maken hier tevens kans op. Bezoekers van de vakbeurs elektrotechniek kunnen bij het aanvragen van hun toegangsbewijs stemmen op de producten. Voor de komende jaren verwacht de jury van de eTop Innovation Awards vooral innovaties op het gebied van licht, automatisering en energiewinning en distributie. De trend zal zijn dat eigenlijk de ICT en de elektrotechniek, die combinatie, die zal ons vele nieuwe mogelijkheden bieden.